Ja Dick, wat een wedstrijd. Kun je hem zelf iets aan mij omschrijven, wat jij 90 minuten lang hebt gezien? Nou eigenlijk best simpel. Ik vond dat we het eerste kwartier uh, onderliggend waren. VVV iets vaster aan de bal, hadden ook iets meer dreiging zonder een kans uit te spelen. Uh, en de eerste, de beste kans ligt binnen. Ook de enige kans van de wedstrijd voor hun. Dus dat, uh, dat is wel heel zuur. Uh, nou ja, een cruciaal moment met de rode kaart voor, uh, voor Jansen, twee minuten later. En ik vind eigenlijk dat we vanaf dat moment uh, gewoon goed hebben gevoetbald. Duidelijk de bovenliggende partij waren. Dat is niet altijd even gemakkelijk tegen teamman. man Maar ik vind dat wij dat tegen Utrecht al heel goed hebben gedaan, die tweede helft. En uh, vanavond opnieuw. Uh, redelijk wat kansen bij elkaar hebben gespeeld. En uh, ja, uiteindelijk met 1-1 denk ik te weinig krijgen. Ze hebben inderdaad maar één kans gehad. En dat was een goal. De tweede helft hebben we ze helemaal niet gezien. Voor de rust nog een uh, bal van Arias op de lat. Is het dan net niet als die erin ging dat, dat je misschien de tweede helft en ook weer een heel andere... Andere helft krijgt, ondanks dat jullie gewoon de tweede helft alleen maar de bal hebben gehad? Nee, maar kijk, des te sneller die gelijkmaken valt, des te makkelijker wordt het voor ons. Uh, dus dan moesten we eigenlijk wel een tijdje achteraan. We uh, hadden de grootste kans met Jaffa. Maar ik vond de wisselwerking op links uitstekend met Kavlan en Jansen. Ik vond de, de, de rol van Gronsveld mooi. Dus wij we kwamen gewoon goed aan het voetballen. En dan weet je dat er, uh, dat er voorzetten moeten komen, dat er actie in de 16 moet zijn. Ook dat was op orde. Uh, dus we hebben in de pauze afgesproken om dat te blijven doen. En dat hebben we denk ik goed gedaan. Het publiek ging er goed achter staan. En uh, ja, dat was ik wachten op 1-1. Die viel denk ik rondom minuut 70. Dus dat was ook nog uitstekend, want dan is het best nog lang te spelen. Um, maar ik, eigenlijk uh, gebieden eerlijkheid mij te zeggen dat vanaf minuut 80 er het beste wel af was bij ons. Maar daarvoor hebben we heel veel voorzetten gespeeld. En uh, ja, was de bezetting niet goed genoeg? Hadden we een beetje pech met, met uh, misschien wel een bal op de paal? Al dan niet buitenspel. Uh, dus het zat in een combinatie van factoren. Maar het zat hem ook in het feit dat VVV gewoon heel goed kan verdedigen, heel goed mannelijk kan verdedigen. En dan moet je genoegen nemen met een punt. En dat deden ze ook natuurlijk de hele wedstrijd na de rode kaart. Kun je uitleggen hoe dat dan uh, zit als je met tien man speelt, dat je eigenlijk misschien soms helemaal geen overtal kan creëren? Nou, kijk, heel veel ploegen worden dan gemakkelijk. Denk je van uh, laten wij eens 5% minder gaan doen. Ja, en als iedere speler dat dan doet, ja, dan heb je al een halve speler er minder. En als die tegenpartij dan net iets meer gaat doen, ja, dan is dat al uh, zeg maar, uh, gelijkwaardig weer. Ja, ik vind dat wij dat echt goed hebben gedaan. Een hoop energie ingestoken, veel, uh, veel van kans zijn gewisseld. want dat moet dan. Je moet je tegenstander aan het lopen brengen. Maar heel veel dynamiek op de zijkant. Met uh, met, met name een uitblinkende Kavlan, vond ik. Uh, na 80 minuten zeg je ook, dan, dan zitten bij ons, dan gaat het een beetje weg. De, de krachten. Komt het dan ook alleen maar omdat je in balbezit bent? Ja, we hebben heel veel energie in die wedstrijd gestoken. En je moet niet vergeten dat, uh, dat het ons ook allemaal extra energie kost om een niveautje hoger te spelen dan het afgelopen seizoen. Dus daar worden we ook steeds beter in, worden steeds fitter. Alleen we kunnen dat nog niet altijd 90 minuten volhouden. Je pakt hier wel een punt tegen, uh, of in eigen huis pak je een punt tegen VVV, uh, VV die gewoon vijfde nu staat. Um, tevreden en moeilijk te zeggen, denk ik. Ja, dubbel gevoel. Uh, VVV, de nummer vijf van Nederland, dat is niet voor niks. Uh, stug. Hadden negen goals tegen voor deze wedstrijd. Een hoop punten gehaald. Ja, dus als je vooral had gezegd: van een punt, ja, dan, dan hadden, we misschien wel, hadden we misschien wel tevreden kunnen zijn. Kijk je naar deze wedstrijd, dan denk ik dat wij absoluut recht hadden gehad op meer dan 1-1. Dan Is dat ook wat nu achterblijft? Dat je gewoon recht had op meer op 1-1? Ja, het is, het is wel een, 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 een dubbel. Wat ik zeg dubbel, maar ook wel zuur. Omdat je, kijk, we weten dat we de punten bij elkaar moeten spelen. En, en vandaag had het er drie kunnen zijn. Dus dat is, uh, ja, dat is wel vervelend. Is het dan nu ook gewoon weer wachten wat de concurrent gaan doen? Ja, maar dat zal het hele seizoen zo blijven. Uh, we moeten de punten bij elkaar spelen. We hebben één doelstelling is om ons veilig te spelen. En dan is het ook gewoon punten sprokkelen. Nou, Vanavond in ieder geval één. Met een goede spirit, wederom met een goed thuispubliek. En nu uh, weer door naar, uh, naar volgende week. Ja, want dan wacht de beker alweer. Ja, woensdag uh, thuis tegen Odin. En dan hoop ik ook dat het publiek uh, in grote getallen gaat komen. En dan hebben we één ding te doen en dat is een ronde verder. Ik weet niet dat je een Polonaise gaat lopen. Wat ga je dan doen vanavond? Nee, ik ga, ik ga wel even boven kijken en uh, een drankje doen. En dan zien we wel uh, hoe laat het gaat worden.